Oké, we doen nu in ieder geval F3T en dan gaat hij dus alle tekst refreshen. Dat is goed, is in 3, 2, 1. Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Texture Pack. We staan weer in de Texture Pack wereld met onze vriendelijke vriend Frans. Frans, hoe is het ermee, jongen? Mooi, we hebben weer wat leuke ideetjes voor jullie gekregen en we gaan kijken naar het eerste idee. Het eerste idee komt van Timo Steert en die zegt: maak op een schilderij het JR logo en het JRX Games logo. Nou, het JR logo, dat is niet echt nodig, want we zitten op het kanaal JRX Games. We hebben hier al een painting opgehangen en wij gaan deze veranderen naar het JRX Games logo. En hoe we dat gaan doen, dat ga je nu zien. Oké, ik heb het schilderijmenuutje in mijn texture pack geopend. Zoals je ziet staan hier alle schilderijen. We hebben al eerder een playbutton gemaakt van Jur. En die ligt nu achter in de kast. Die kan je niet, zeg maar, niet zien. En we hebben hier een tv. We hebben hier een plaatje van mij toen ik 18 was geworden. Extreem volwassen overigens. Dus we hebben nu nog één van deze twee om aan te passen. En deze hangt op dit moment al in de... In de texture pack wereld. Dus wij gaan deze veranderen naar het JRX Games logo. En heel toevallig zat hij hier al. Dat is echt super toevallig. En heel toevallig is de kwaliteit hiervan ook veel te groot. Dus moeten we hem even een stuk kleiner maken. Dus we maken hem een stuk kleiner. Zo. En dan doen we hem even niet omdraaien. Zo. Als hij al een stuk beter, denk ik. En dan kunnen we hem hierheen schuiven. En dan moeten we even kijken dat hij perfect past. En als hij nu perfect past... Schitterend! Dus zo moeten we hem in ieder geval hebben. En we moeten heel even dit randje moeten we even aanpassen. Van linksboven naar rechtsonder. Dan doen we hier even extra laag aanmaken. En dan maken we die... ik denk dat we hem... welke kleur zullen we de achtergrond maken? Zwart of wit? Ik denk dat wit eigenlijk het mooiste zal zijn. Maar we kunnen gewoon even kijken. Dus we maken hem... Wow! Dat gaat goed. Volgens mij is mijn Photoshop ook al stuk. Oké, we gaan dit opvullen. En dan die daar neerzetten. Is dit nice? Dit is best wel mooi. Oké, en stel ik zou dit zwart maken. Is het dan nog steeds mooi? Dat is de vraag. Nee, wit is veel mooier. We doen hem lekker wit. Oké, ik denk dat ik hem zo mooi vind, dus we slaan hem op. Als PNG natuurlijk, dat is heel erg belangrijk. PNG. Als de paintings underscore Christopher underscore Zetterstrand. Waarom het zo'n naam heeft? Ik heb echt geen idee. Maar, als het goed is, gaat dat werken. Dus we doen hier... Maat, knokken nou. Dit is mijn feest. Ja, ga je knokken nou. Knokken nou, knokken nou, knokken nou, knokken nou. Maar je wil niet dat ik mijn lightsaber erbij haal, hè? Ik moet het toch doen, hè? Vervelend, 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 vervelend. Kak, dat was niet de bedoeling. Vervelend ding. Oké, dat was wat ik wilde zeggen. Oké, we doen nu in ieder geval F3T. En dan gaat hij dus alle textures refreshen. Dat is goed, is in 3, 2, 1. Boom! JRX Games! Ja, dat is mooi. Ja, dat is gewoon mooi. Kijk! JRX Games! En dan doen we... Wacht. Dan doen we ook nog even deze erbij. Nee. Ja, de playbutton. Zit er weer voor me in beeld te lopen, hè? Sla ik ook nog eens mijn playbutton door jou kapot! Nu is het klaar. Hier. Dit is wel mooi. Oké, ik wil in ieder geval Timo Steert hartelijk bedanken voor het leuke idee. Mocht jij zelf nog leuke ideetjes hebben, laat het zeker weten in de reacties. Want elk idee wat er nu toe in de texture pack zit, komt uit de reacties. Ik maak het even weer dag en dan gaan we door naar het volgende idee. Want het volgende idee, die is van Kerim Kaya. Sorry als ik mensen hun naam verkeerd uitspreek. Maak een redstone lamp een discobal. Nou, dat vind ik een fantastisch mooi idee. Dus we gaan naar onze Photoshop. We hebben hier een redstone lamp uit, een redstone lamp aan en een discobal. Nou, dat is toevallig. We doen deze even kopiëren en die doen we hier overheen plakken. Wat ik wil doen is, het is een blijf Minecraft. Dus het is wel lastig om zeg maar een ronding ervan te maken. Maar wat wel kan, is gewoon de kleuren overnemen. Dus ik zat een beetje te denken zoiets als dit. Dit is eigenlijk niet zo erg mooi. Ik had eigenlijk mooier verwacht. Dan ga ik het anders doen. Dan gaan we het zo proberen. Dan ga ik hem nog ietsjes kleiner maken. En dan wil ik hem eigenlijk hier hebben. Zo is hij perfect. En, oh nee, hij moet nog eentje meer naar rechts. Klik. Ja, schitterend. En dit is dan de discobal. En misschien ga ik het dan toch proberen om die randjes weg te halen. Dan kan je er doorheen kijken. Misschien is dat niet heel mooi, maar is wel leuk voor het effect van een discobal. Dan doen we even deze randjes selecteren. Dan halen we die weg. Of we laten het gewoon zo, zoals de redstone lamp normaal is. Wacht, we kunnen die weghalen, maar we kunnen het ook op zich ook gewoon zo doen.
dan zie je dat... Ja, dat is op zich wel prima, denk ik. Ja, ik denk dat we dat doen. Maar wat ik wel even moet doen, ik moet deze even terughalen. En ik moet even de tolerantie even naar 100 zetten. Want je zag nog net wat lelijke randjes. En die lelijke randjes moeten even weg. En door die omhoog te zetten, gaat dat in ieder geval wel weg. En zo is het weg. Oké, dus dit is de discobal als hij uit is. En dit is als hij aan is. Als het goed is, zal het niet heel veel schelen. Nee, dat scheelt niet heel veel. Ik wil eigenlijk dezelfde achtergrond bij deze hebben. En wat ik bij deze wil doen, ik wil deze gewoon zo laten. Deze sla ik gewoon zo op als redstone lamp PNG on. En dan PNG'tje en dan opslaan. Ja en ja. En dan wil ik bij deze wil ik een... Even kijken. Een zwart-wit filter of zo. Zodat of de kleurtoon... Kan, werkt dit zo? Wow. Dus niet wat ik bedoelde. En dan... Nu is hij uit. En hier is hij aan. Snappen jullie het idee? Super creatief van jou, Jurien. Wow, je bent echt heel goed hierin. Dus die gaan we ook vervangen. En dan gaan we even terug naar onze wereld. Want we hebben hier een redstone lamp. En dan wil ik hier even een redstone torch onder zetten. Dus we hebben even een torch nodig. En dan zetten we die zo. Hup, hier neer. En dan zo. En dan is die aan. En dan doen we nu F3T. En dan krijgen we een vierkante discobal. Wat doe ik met mijn leven? Maar we gaan kijken of hij nu... Nou zeg! Eerlijk is eerlijk. Het aan- en uit effect is wel tof. Want je ziet wel echt dat hij nu aan- en uitspringt. Terwijl het gewoon een lichtfiltertje is. Jongens, op een schaal van 1 tot 10. Hoe mooi vinden jullie deze? Vind je hem mooi? Doe 1000 likes op deze video. Ik wil graag 1000 likes, want dat vind ik altijd wel een mooi getalletje. Eerlijk is eerlijk, ik vind hem best wel grappig geworden. Dus deze kunnen we nu ergens in een of ander huis of zo. Kan je deze nu gewoon ophangen? En dan werkt het zo? Ik snap nooit hoe dit werkt. Heb ik niet gewoon een schakelaar of zo? Een lever, die zochten we. Kijk, nu is er een discobal in de lucht. Schitterend. Gebruik dit vooral in je eigen wereld. Dankjewel voor het idee, Kerem Kaya. Dan gaan we nu naar het laatste idee. En die is van het gamekonijntje. En die zegt, maak een kist een kluis. En die vind ik ook heel erg leuk. Dus wij gaan even naar onze normal chest. Die ziet er zo uit. En de voorkant is dit en dit. En hier heb je een slotje. Hier zit mijn logo op. En die kan ik op zich wel gewoon erop laten. Dat is eigenlijk gewoon geen probleem. We hebben hier een kluisje. Wat ik ga doen is ik ga dit stukje pakken. Hier zo, inclusief de schaduw. Die doe ik even kopiëren en die doe ik plakken. En wat ik doe is ik zet die hier zo neer. Zoiets als dit denk ik is wel goed denk ik. Ja, zoiets als dit is prima. En wat ik nu wil doen is het volgende. Ik wil eerst even kijken welke kleur het is. Met deze tool kan ik zeg maar de kleur selecteren. En dan ga ik nu een laagje eronder maken. Onder zeg maar dit stukje. En dan ga ik alles hieronder selecteren. En dan maken we het zo. En als het goed is kan ik nu mijn dingetje gebruiken om het op te vullen. Nou, je ziet een beetje verschil hier nog in, helaas. Maar dat is niet zo anders. Maar dat kan ik daar op zich wel aanpassen. Maar wat ik nu wil doen, is... ik wil elke binnenkant van de chest wil ik selecteren. En die wil ik dezelfde kleur maken. Zodat de kist overal dezelfde kleur is. Of ja, de kluis eigenlijk. Op zich vind ik die buitenranden vind ik eigenlijk helemaal niet verkeerd. Dus die wil ik eigenlijk wel zo houden. En dan kan ik deze hier pakken, zo. En dan kan ik... deze moet ik wel even anders doen. Beter heb ik nu niet alles gedeselecteerd. Oké, gelukkig. In ieder geval dit zo, deze rand. En heb ik nu eentje te veel gepakt aan de zijkant. Dat is altijd een beetje lastig met Photoshop. Om alles gewoon goed te selecteren, volgens mij. Ja, ik doe mijn best, jongens. Ik doe mijn best. En die daar... En deze dan hier. Heb ik ook een randje te veel bovenin gepakt. En die klopt nu. Dan kan ik in ieder geval deze. Oh, die moeten we niet hebben. We moeten hem zo. Nee, we moeten hem zo. Oké, ik doe het nu al fixen. Want hij wil niet eentje minder. Oké, volgens mij heb ik alles nu geselecteerd. Nice. En dan kunnen we nu mijn toeltje pakken. En dan kunnen we alles lekker opkleuren. Kijk, dan begint het er al zo uit te zien. Dat is al een stuk beter. En wat ik hier nog even mee kan doen, is ik kan gewoon even mijn gummetje pakken. En die zit hier. Kan ik even die laag selecteren. Kan ik hem nog een beetje soepeler laten overlopen. Oh, dit lukt eigenlijk verdomd goed. Oké, nu lijkt het echt alsof het gewoon erop is gezet.
En wat we nu kunnen doen is opslaan en, in de chest. En we zetten hem gewoon als PNG. Opslaan, vervangen. Ja. En als het goed is, is het nu gelukt. We gaan naar onze textpack wereld. We hebben hier mijn kist. Er zat eerst gewoon mijn oude logo alleen op. Dat vond ik eigenlijk niet zo heel erg leuk. En, oh, wacht. Voordat we dit doen, moet ik deze weghalen. Want dit slot hebben we natuurlijk niet meer nodig. Want we hebben natuurlijk dit slot nu erop zitten. Dus ik moet hem nu even nog een keer opslaan. Want dat gekke, dat zou ik nu weer eventjes laten zien als ik deze heb opgeslagen. Ja. Dit knopje hier zit ervoor. Maar die hebben we natuurlijk niet nodig als we al een kluis hebben. Dus we gaan nu kijken hoe de kist eruit komt te zien. De kluis. Ah. Waarom glitch het? Oh. Dit is een beetje apart. Waarom je dat doet, weet ik niet. Maar eerlijk is eerlijk, het is wel leuker dan een kist, gewoon een kluisje. Ik vind, ik snap alleen niet waarom die glitch, maar ik vind een kluis toch wel leuker. Dus dit zijn de drie items die we vandaag hebben aangepast. De geweldige discobal, mijn logo en we hebben een kluis gemaakt. Dames en heren, vond je dit een oude... Daar gaan we. Vond je dit een leuke aflevering? Laat dan natuurlijk... Vond je dit een leuke aflevering? Laat het dan zeker weten met een duimpje omhoog. Even iets rustiger praten, want anders kunnen jullie het niet verstaan en ga ik me weer verspreken. Mocht jij nog leuke ideeën hebben voor de textpack, laat het natuurlijk zeker weten hier in de reacties, want elk idee is welkom. Ik bedank jullie voor het kijken en ik zie jou heel erg graag weer in de volgende video. Druk natuurlijk dan op een belletje, want dan krijg je een melding van de volgende video dat er elke dag om 6 uur een video online komt. Ik praat veel te veel, ik zie je in de volgende video. Doei, abonneer, like, doei, ciao!